Bernard Pauls, je werkt voor de Stedelijke Musea in Kortrijk. En er is nu ook de expo Kortrijk bezet. Het gaat over het bezette Kortrijk, denk ik dan. Ja, Eerste Wereldoorlog. Hè. Wij lagen niet aan het front. Het is geen militair verhaal. Het is het verhaal van de Kortrijkse burgers onder de Duitse bezetting. En dan heel specifiek, eigenlijk toegespitst op het clandestine verzet, spionage. We hebben de memoires van Evariste Geiter, die voor de spoorwegen werkte en die inlichtingen verzamelde over Duitse transport tijdens de Wereldoorlog. Ja, en dat komt ook allemaal aan bod dus in de tentoonstelling. Ja. En er is ook een speciaal stuk in het spoor van een spion. Ja, dus het is eigenlijk een heel verhalende tentoonstelling. Hè, en ook met een aantal verborgen hoekjes en kantjes waar mensen bijna op clandestine manier het verhaal van de spion kunnen gaan beluisteren. Ja, maar het moet niet evident geweest zijn om op zo'n moment spion te zijn, toch? Het was een heel gevaarlijke opdracht. Hè. Spionage, daarop stond de doodstraf. En hij zat in een netwerk, maar op een bepaald moment is het netwerk helemaal opgerold geweest. En hij is dus gearresteerd geweest, ter dood veroordeeld. Maar door allerlei omstandigheden heeft hij dan toch gratie gekregen en dan heeft hij toch zijn memoires nog kunnen schrijven. Gelukkig. Een beetje de James Bond van Kortrijk, eigenlijk. Ja. Zoiets, ja. En niet alleen die tentoonstelling is er ook nog andere activiteiten, een toeristisch parcours. Er is eigenlijk een heel aanbod aan activiteiten, want we wilden de mensen zelf die verhalen laten ontdekken. Daarvoor is er een parcours uitgewerkt op een aantal plaatsen in de stad en ook in de rand. Bijvoorbeeld ook in Marken, waar je het verhaal van Manfred van Richthofen, de Rode Baron, kan gaan bekijken. Ja. En zelfs Steven Spielberg was erbij betrokken. Ja, dus Steven Spielberg heeft eigenlijk een heel rijk archief aan historisch filmmateriaal. En hij is in het bezit van authentiek filmmateriaal uit 1917. Gefilmd in Marken door Anthony Fokker. Op het moment dat voor de eerste keer de beroemde Fokker driedekker werd gebruikt door de Rode Baron. Is dat dan ook van Steven Spielberg? Of, Nee, dit is de jumelle, de verrekijker van Evariste Geiter. Hij van woonde, hem persoonlijk? Ja, hij woonde dus nabij het station en 's nachts zat hij dan het treinverkeer af te luren en alles te noteren. Ah, ik zie iedereen zitten. Dus het ding werkt nog, hè? Ja, ja.